Newmont Suriname zal zich blijven inzetten voor de verdere versterking van de lokale gemeenschappen. Dit laat Lawrence Mountford, general manager van Newmont Suriname, optekenen door de communicatiedienst Suriname. De bedrijfsleider doelt hiermee op onder andere infrastructurele werken en capaciteitsversterking van lokale gemeenschappen. Newmont Suriname heeft op 19 januari 2021 een presentatie gehouden voor de Surinaamse regering. Bij deze presentatie is onder meer een uiteenzetting gegeven van gemeenschapsprojecten die worden uitgevoerd of ondersteund door de multinational. Daarnaast is ook de samenwerking met verschillende lokale instanties aan de orde gekomen. Het bedrijf is voorstander van continuering van haar operaties en partnerschappen met lokale gemeenschappen. Heel belangrijk is dat we ook onze bijdrage leveren door het afdragen van loonbelasting, royalties, invoerrechten en inkomstenbelasting, aldus de manager.